getrouwde vaders bij het erkennen van hun kind automatisch gezag moeten krijgen. Ja, morgen verschijnt er ook een onderzoeksrapport naar het handelen van de politie voorafgaand aan de dood van Linda van der Giezen. De verpleegkundige werd vorig jaar door haar ex-vriend doodgeschoten op de parkeerplaats van het Twee Steden ziekenhuis in Waalwijk. En de politie wist dat Linda door haar ex-vriend werd bedreigd. Ja, en Twan, misschien ben jij nog wel op zoek naar een cadeautje. Let dan even op. In Genève veilen ze morgen deze roze diamant. De pink, de unique pink heet die. Kost wel wat. Moet ongeveer 38 miljoen dollar opleveren. Kopie. Ja. Kijk ook nog even naar het weer. Vannacht trekt er nog een enkel buitje over. Het wordt 4 tot 7 graden. Met kans op vorst aan de grond. Morgen zonnige periode. En op de meeste plaatsen droog bij 14 tot 17 graden.